super fijn als het goed gedaan wordt. We zijn niet altijd 100% schoon, behalve ik. Ik ben heel erg goed daarin. Die stopt 2 vingers in de mond en die stopt ze zo in de achterwerk. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over anaal. Het is het lekkerste wat er is. Ik vind anale seks persoonlijk heel heftig. Dat gaan heel veel mensen denk ik niet verwachten omdat ik transgender ben en erbij het beeld hebben dat ik anale seks moet hebben. Kijk, het heeft niet mijn voorkeur, maar als het meisje tegen mij zegt, oh, ik wil echt dat je mee in mijn kont neukt, dan, ja, dan ga ik dat ook gewoon doen. Ja, ik heb een meisje heb ik zo genomen. En ik ben ook zo een keer genomen door een meisje. Ja, ik vind gewoon, het is een uitgang, weet je wel. Ik stop hem daar het liefst niet in of zo. Nee. Maar dan ga je gewoon maar wat proberen. En dan ben je een gegeven moment ben je bezig. En dan op doggy stand bijvoorbeeld. En dan denk je van, nou, zou de mannen dit nou ook zo doen? Ja, ik vind anale seks super fijn als het goed gedaan wordt. Als een vrouw het geil vindt, vind ik het ook geil om te doen. Ik ben eigenlijk pas met anale seks begonnen, dus ongeveer 1,5 maand geleden. En daarvoor had ik nog nooit anale seks gehad. Niet eens een vinger, niet eens een tong, gewoon helemaal niks deed ik daar gewoon. Mijn eerste keer anaal was best wel onverwachts. Hij wist wel dat ik daarvoor open stond. Toen gebeurde het eigenlijk gewoon en dat was eigenlijk best wel lekker. Hey, maar allereerste keer anaal was gewoon op de set. We waren bezig. Op een gegeven moment zegt die man, oké, nou 1-0. En die dame, die stopt 2 vingers in de mond en die stopt ze zo in de achterwerk om open te maken. En dan moest ze zo in. Mijn eerste keer anaal was eigenlijk heel lekker. Iedereen praatte over pijn en zeur. Maar oh, de eerste keer was verschrikkelijk. De eerste keer was heel lekker. De tweede keer dacht ik, nou, ik ben helemaal klaar voor, dus ik ging helemaal hard. Het was dus niet zo lekker. De tweede keer was een ramp, pijn en al bloed zelfs. Het was gewoon net of een drol er weer in ging en uitging en weer inging. En dat vond ik eigenlijk een heel naar gevoel en ik was heel erg bang dat ik moest poepen. Ik heb het toen de eerste keer dat ik anaal heb gedaan, ik gelijk stront aan de knikker, weet je. Want ik moet geen stront aan de knikker hebben, daar hou ik niet van. Dus nee man, voor mij geen anaal meer. Samen met mijn vriend en in het begin ging het heel moeizaam. Ik moest echt met buttplugs moest ik alles gaan oprekken, dus dat was wel echt een struggle. Maar daarna, toen ik eenmaal zeg maar, met die buttplugs had opgerekt en toen we seks hadden gehad anaal, was ik al anaal fan gelijk. Ik vond het wel gelijk heel anders. Want als je alleen maar altijd vagina hebt gedaan en je gaat anaal doen, is het zo anders ineens. Dus ja, ik vind het wel leuk. Oh, ja, dat is een hele goede vraag. Waar je op moet letten bij anale seks is inderdaad dat je niet beschadigd raakt. Ten eerste is dat heel gevoelig voor SOA's op te lopen als je beschadigd bent. Genoeg glijmiddel. Heel veel glijmiddel. Glijmiddel. Heel veel glijmiddel. Dat je voldoende glijmiddel gebruikt. Het zit geen zappen in, hè. Van, net als bij een vagina, er zit een vaginale vocht in. Of een man die heeft voorvocht. Dus dat gaat wat makkelijker. Ik heb 1 keer de fout gemaakt dat we het alleen met de spuug deden en dat was niet zo lekker. Daarna voelde het echt alsof ik heel de dag niet meer kon zitten. Ja, bij mij gaat er soms denk ik wel een kwart tube van een fles doorheen. Wat ik gewoon over iemands piemel en mijn eigen anus heen smeer, dat werkt gewoon het beste. We zijn niet altijd 100% schoon, behalve ik. Ik ben heel erg goed daarin. Ze noemen mij op het set ook wel de automatic toilet cleaner, omdat ik altijd schoon ben. Als ik dus anaal ga neuken, dan raad ik iedereen aan om wel een condoom te gebruiken. Want het is gewoon, ik was zo zeg maar bezig en op een gegeven moment was ik zo aan het pissen. En toen keek ik zo, had ik zo mijn piemel zo naar beneden. Dus er allemaal bloed, en niet bloed, allemaal poep onder mijn voorhuidje daar, onder mijn eikel. En dacht ik, fuck. Alles wat groen is en kleurrijk is, komt snel uit je lichaam. Het beste is iets fast food halen. Ja, dat heeft genoeg energie en dat blijft lang in je lichaam zitten. Omdat het heel ongezond is, maar wel heel goed voor anaal. Nee, maar je hebt ook modellen natuurlijk die de anaal natuurlijk wel heel goed reinigen. Hè? Die stoppen dus aan een douche en die spuiten hem helemaal leeg en dan is het wel oké. Ja, soms komt het voor met anaal dat het gewoon niet helemaal schoon is. En dat is niet fijn. Maar ja, dat hoort er ook wel gewoon een beetje bij. Kan gebeuren. Dit gaat nu al mis. Dit, ja, zie je?